Zo, welkom in ons nieuwe stulpje, want we zijn sinds de vorige keer verhuisd, zoals we eerder al aangaven. Dus doen we even een nieuwe house tour. En het ziet er al goed uit. Lekker zonnetje, dus we nemen jullie even mee naar binnen. Een van de redenen trouwens dat we verhuisd zijn is ook omdat we dit hier dus hebben. Een tuin in de voorkant, dus dan kun je tenminste ook buiten zitten. En dat viel ons wel. Kunnen we hebben hier een grote keuken. Nou, alles wat we nodig hebben. Een koelkast. Een wasmachine. Kachel. Hey. Een oven en een koelkast. Ja, het is allemaal goed beveiligd hier. Een hek. Maar goed. Dan. Hup, even kijken. Bende, dankjewel. Zo. Dat is eigen bende. En dan de achtertuin. Kijk eens aan, wat een prachtig stulpje. Wat een stulpje. De sokken van Rafael hangen er goed bij. Zonnetje, een palmboom. Een stukje beter dan wat we hadden. Dan door naar boven. We gaan eens even naar boven. Boven is echt het domein van de baas. En het domein van de baas moet ik even laten zien. Door een donker trappengat. Kom naar het licht, nummer 6. Een klein kamertje. Met prima uitzicht. En weer een uitzicht. Als we dan toch even wat moeite doen. Op de fantastische Devil's Peak die we daar zien. Zeker door de palmboompjes heen. Het is ook niet te geloven hier. Badkamertje. Alles wat we nodig hebben, zoals gezegd, is aanwezig. Nummer 7. Een brandblusser. En een andere badkamer. Nummer 3. Nummer 5. Floor. En dit is de wifi-kamer. De wifi-kamer. Aangezien het internet hier niet top is, maar de router zeg maar, aan die kant van de muur zit. Router ping. Ja. Is de Tirza's kamer de wifi-kamer. Ja. Ja, nee, dat was het eigenlijk. Kort en krachtig. Ja, of we even de zon opzoeken. Want het is winter. Nee, dus dit was onze huistour. Wel geteld nog anderhalve week wonen wij vast hier, laat me zeggen. Want we gaan op reis. En die reis die gaat zo. Hoi. Nee, we wonen hier nog anderhalve maand, waarvan we een maand op vakantie zijn. Dus ja. Bijna klaar. Bijna. We hebben stage gelopen in Zuid-Afrika bij het Year Beyond project. Daar hebben we niet echt op een basisschool zelf gewerkt, maar lesgegeven aan vrijwilligers van onze eigen leeftijd die op basisscholen gingen werken als tutors. Dus wij hebben eigenlijk de basis over lesgeven meegegeven en vervolgens ook nog extra begeleiding gegeven als ze op de scholen zelf waren, maar allemaal scholen in de townships. Bonjour! Het is nu, kijken, iets over 8 en we gaan op weg naar werk. En dat doen wij met de plaatselijke taxibusjes. Het kost R12, precies en 80 cent. En dan zit je 20 minuten in het busje en dan ben je op je werk. Ideaal! Weg naar de stage in het taxibusje. Daar is rustig. Maar het duurt een kwartiertje, half uurtje. Goede muziek. Kantoortje, Wijnberg. Baba. Ga er
eens even een kijkje nemen. Doei. En vandaag nemen jullie even mee hier op een dag hoe het eruit ziet. Ja, we gaan zo meteen. Het is nu 9 uur ongeveer, dus we komen langzaam binnen. En we hebben om 9:30 beginnen wij met onze eerste sessie. Die zullen we zo even filmen. En daarna meteen een andere sessie, zo aan andere. Dus 2 sessies vandaag. We geven sessies over eigenlijk alles wat de mensen moeten weten over het basisonderwijs hier. Dus het gaat over gedrag, over hoe je rekenen aanleert, hoe je lezen aanleert. Vandaag hebben we 2 sessies eigenlijk over, 1 sessie eigenlijk over gedrag en 1 sessie over het rekenonderwijs. Dus onze standaard woensdag gaan jullie meemaken. Zo, dat was een nieuwe sessie. Nou, dat ging wel minder dan gehoopt, maar toch wat tevreden. Ik ga zo meteen naar de scholen toe om daar de vrijwilligers te begeleiden met hun taken wat wij dus hen hebben geleerd. Dus even spulletjes opruimen en dan even lunchen en snel weer naar de scholen. Nou ben ik onderweg, naar de scholen. Dus zoals elke middag. Ja, helaas is de bus een beetje vol, dus meneer heeft geen zitplaats. Ik heb mijn stoel maar opgegeven. Ik ben lekker op de grond gaan zitten. Normaal gaat het niet zo zijn, heb ik lekker een stoeltje, maar ik kan niet anders hebben in je leven. Helaas. Zijn we? ECPO, Primary School. Een van de scholen waar we vrijwilligers worden ingezet als tutor. En wij zijn dus mee om hier nog extra begeleiding te geven. Nou, wat er dus gedaan wordt, als de vrijwilligers binnenkomen, gaan we even lunchen. En daarna zijn wij, maar op andere scholen vandaag op dezelfde, zijn wij bezig met het begeleiden van hun. Maar hier, maar als ze binnenkomen, gaan ze even lunchen. Vandaag hebben ze dus geluncht en nu gaan ze dus even de spullen klaarleggen voor alle groepen die binnen gaan komen. Deze school gebeurt het heel goed. Leuk om te zien. Dan kom ik erachter dat we iets zijn vergeten op te nemen. We hebben ook nog een promotiefilmpje geschoten voor Year Beyond. Eigenlijk is daar ons project helemaal goed in te zien. Dus neem even een kijkje. We are Year Beyond. We are Year Beyond. This program, this afternoon program, Year Beyond, is doing wonders in our school. Grade 1 learners have achieved ever since Year Beyond came into our school. And this program is always motivating our learners, always giving strength to our learners, the ability to learn, doing homeworks, achieving more in the learning. And mostly the parents are always, you know, echoing that. At least ever since this program, they're achieving, you know, beyond measure in learning, and I like that, and I'm proud of this program. So Year Beyond is an after-school program, and I think Year Beyond is most definitely the perfect way to give back to the community, because I am a volunteer at Year Beyond and I'm most definitely enjoying it, because I get to share the little that I know, the little that I've experienced with the other kids, so that alone is just wonderful. Thank you.
apply to Year Beyond. I just wanted to gain some experience about teaching because I want to do teaching next year. But then as the year goes, I'm falling in love with the kids. So like I've found my right path on what I want to do really. And Year Beyond, I think it's all about giving back to the community because we were just volunteering. Yeah, I think that's the way I'm giving back to the community because of what I know. Just the little thing I know, I'm giving back to the community. It's an opportunity for the learners and for the teachers to kind of get an experience of what it's like to be a teacher. These learners are doing much more better than before. That's why even the teacher said, let's choose the learners from this afternoon class, because at least they are bold, they are confident in whatever they do, they've gained strength because of this program. I'm so proud of this program. And even now, two of these learners said to me, ma'am, I wish this program can go to high school.